Wereldgasten in Bonaire. Waar? Bonaire. Wie? Wereldgasten. We hebben een filmpje voor jullie gemaakt, maar de audio was zo slecht dat we hem hebben moeten nasynchroniseren. Veel kijkplezier. Zijn we in beeld? Gaan we beginnen? Ja, volgens mij gaan we nu... Ja. Oké, ja. Ja, we gaan beginnen. We zijn dus vandaag op pad met het Sea Turtle Conservation van Bonaire. We hebben zo net een nest gevonden. Het ligt hier achter het nest, maar je ziet het niet, want het ligt echt een heel stuk... Ja, ligt het. Een heel stuk onder de grond. Nee, dat was te vroeg. Nog een keer. Ja, klopt, ja. Het nest wat wij gevonden hebben is van de dikkopschildpad, maar bij gebrek aan beeld zie je hier beelden van de groene schildpad. En ze liggen op Klein Bonaire, een klein eiland voor de kust van Bonaire. We waren op zoek naar de schildpadnesten en we hebben een verse gevonden toen, die hier vannacht is neergelegd. Wat we gedaan hebben, we hebben de coördinaten hebben we opgenomen en het nest met een klein vlaggetje getagd. Hey, volgens mij, Riekes, je wil wat zeggen nu volgens mij. Ja, ik wil even wat zeggen. Ik ben namelijk heel blij met wat er gebeurd is. We hebben te horen gekregen dat we dit nest wereldgasten mogen gaan noemen. Dit betekent dat we binnen nu en 2 maanden mogelijk 100 tot 150 kleine wereldgasten uit dit nest kunnen verwachten. Mm. Nou, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ja zeker. Ja, ik vind het een hele eer. Ik vind het ook een hele eer. Gefeliciteerd. Heel goed. Dankjewel. Genau.